Goede mensen, beste jongeren. De kerstvakantie staat voor de deur. We zijn gewoon dat deze periode veel warmte en gezelligheid uitstraalt. Feestvieren met familie, op uitstap met vrienden, een leuke activiteit met de jeugdbeweging. Helaas zal het dit jaar helemaal anders zijn. Enkel feest in onze eigen gezinsbubbel. Het doet ons denken aan de realiteit van dat kleine gezin in Bethlehem 2000 jaar geleden. Laten we echter hoopvol naar Kerstmis uitkijken. We zijn ons tijdens deze advent aan het voorbereiden op de komst van de Heer. We scherpen 4 adventshoudingen aan. Waken, wachten, willen en wensen. We proberen te waken, niet te slapen. Aandacht te hebben voor wat rondom ons gebeurt en klaar te staan om in actie te schieten. We wachten, maar niet passief zoals in de file. We staan op de uitkijk, we verlangen. Komende zondag, op de 4e Adventszondag, horen we dat willen, ja zeggen, ook een adventshouding is. Maria toont het ons voor. Ze staat open voor Gods plan. En in deze donkere coronadagen wensen we elkaar ook licht toe. Heel veel mensen zorgen voor licht voor elkaar. Goede mensen, beste jongeren, als we de 4 W's van waken, wachten, willen en wensen samenbrengen, dan krijgen we een ster. Een ster die ons de weg wijst naar de stal. Naar het licht. Zou het niet deugddoend zijn als we in de komende kerstperiode ook een beetje ster zijn voor elkaar en proberen licht te brengen in het leven van mensen die tijdens de komende feestdagen de eenzaamheid sterk zullen voelen. Wat aandacht voor, een kleine attentie voor een bejaarde opa, een eenzame buur, een ontmoedigde jongere, een kansarm gezin. Er zijn reeds vele mooie initiatieven, maar laten we samen een extra inspanning doen en op een creatieve manier drager van licht zijn voor elkaar. Dan zullen ook de komende kerstdagen veel warmte en gezelligheid uitstralen. In die tijd werd de engel Gabriël tot Maria gezonden en hij zei: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd te scheren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Vrienden, juist in moeilijke omstandigheden wil Jezus onder ons komen met zijn licht, met zijn warmte. Daar moeten we voor openstaan, net zoals Maria dat heeft gedaan. Het is jammer, maar het is waar. Deze dagen kunnen wij fysiek niet de Eucharistie bijwonen in de feiten. Maar het belet toch niet dat we met een groot vertrouwen tot God zouden bidden. Met nog groter vertrouwen dan anders. Bidden en verbonden zijn met wie het echt lastig heeft. Met zieken en bejaarden. Met hen die hen verzorgen. Met zoveel mensen dichtbij en veraf. Laten we Jezus de kans geven om ons te raken. Om echt geboren te worden in ons hart en in onze wereld. Dan wordt het wel degelijk een zalig kerstfeest. En dat wens ik u uit heel mijn hart.